Kijkers van Salomon's Fits, ja, wij zijn eindelijk terug. Voor we beginnen aan deze video ga ik even een paar kleine updates geven. Allereerst, Chorum zal niet meer te zien zijn, of ja, niet veel meer te zien zijn op dit kanaal, want hij is er door naar het vijfde. Hij is het vijfde door naar het zesde. Maar dus wil zeggen dat hij veel meer tijd gaat moeten steken in zijn schoolwerk. Zijn eindproject bijvoorbeeld zal er heel veel tijd in beslag nemen. Ook zijn examens. Hij zal zich veel meer moeten voorbereiden. Groepswerken, noem maar op. Dus in zijn plaats komt Tom terug. Inderdaad. Dus ik zal dit kanaal verder doen met Tom. Hij kan momenteel niet meer editen. Dus ik ga alles alleen moeten editen. Waardoor het aantal video's terug gaat zakken naar 4 per week. Maar, moet ik nog iets zeggen? Ja, wij zullen ook aanwezig zijn op de Belgian Tube Days. Dus als je ons daar wil ontmoeten, of je wil eens iets komen zeggen tegen ons, een praatje maken of zo, kun je ons altijd komen zoeken. De link van de website naar Belgian Tube Days staat in de beschrijving. Ik zou ook een apart linkje zetten naar waar je tickets kan kopen. Bon, nu over de video. Een week geleden ongeveer heb ik iemand benaderd. Ik zat met het idee om andere YouTubers uit te dagen in hun werkvak. Dus iets waar ze goed in zijn. En ik stootte op een vriend op Facebook die jullie waarschijnlijk kennen onder de naam Willy de Vis. Dus ik heb Tom benaderd. Ik heb gezegd, kijk, we hebben alle twee veel humor. Of we lachen graag. Dus ik heb hem uitgedraagd om een funny moments te maken. Ik heb hetzelfde gedaan voor hem. Dus hij heeft nu mijn filmpje gekregen. Ik heb nu gisteren zijn filmpje gekregen ook. Dus ik heb het nog niet bekeken, want anders zou het niet bepaald eerlijk zijn om nu de funny moments op te nemen. De Try Not To Laugh op te nemen als ik het filmpje al bekeken heb. Dus ik heb het nog niet bekeken. Het is volledig nieuw. En ja, we zullen dat dan samen een keer bekijken. Oh ja, voor we beginnen. Als jullie zelf iemand hebben van hey, Thomas, waarom daag je die niet eens uit? Of als jullie mij eens willen uitdagen voor een challenge, laat het zeker weten in de reacties. Zet er ook zeker bij een manier waarop ik u kan bereiken. Zoals Facebook of e-mail of Skype of zo. Gaat hij nu lukken, Tom? Con los terroristas. Facebook Nelly ondertussen, tof. Ga iemand van je familie laten verschieten. Waarom zijn we aan het filmen? Weet ik niet. Mijn haar goed? Ik ken hij. Ik heb geen schrik om het te laten
We zijn bijna halverwege. Ik heb nog altijd niet moeten lachen, Toon. Mis al dat roepen uit Jaden. Heb ik je buikbroek gescheesen? Even één keer moeten lachen. Goed, nu is al die schijt aan het vastgroeien aan mijn onderbroek van die zeeman. Twee. Jammer. Je weet niet wat dat kost. Mijn onderbroek van de zeeman. Dat is godverdomme 60 cent aan de zak. 60 cent aan de kleuren. Schweinhoende. Hello. Owl. It's me. Welkom bij Jackass met Roger. Krikken, hè? Fuck! Oké, dat was het dus. Om eerlijk te zijn, ik had een klein beetje meer verwacht. Ik heb maar twee keer moeten lachen. En ondanks dat ik graag lach. Maar goed, willen jullie mij uitdagen? Hebben jullie iemand om uit te dagen? Een YouTuber waarvan je denkt, god, die kan u wel laten lachen. Drop die zeker in de comments. Ook een linkje naar de reactie of de Try Not To Laugh van Toon zal in beschrijving staan. Waar jullie ook een video van mij kunnen zien. De Try Not To Laugh die Toon heeft gekregen, zal ik ook online zwieren als jullie dat graag hebben. Anders is er mij nog één ding om te zeggen. En dat is bedankt voor het kijken. Like ook zeker de video. Drop in de comments wat je ervan vond. Of er andere YouTubers zijn zelf. Maakt niet uit. Subscribe als je nieuw bent. En de rest is mij nog één ding om te zeggen. En dat is Stay Salamis. Yo!